Oud-politicus Willy Somita is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij was oud-voorzitter van de politieke partij KTPI. Zijn politieke carrière startte in 1972 nadat hij het voorzitterschap van de partij van zijn vader, Iding Somita, overnam. Na tientallen jaren besloot hij in november 2019 afscheid te nemen van de politiek. Iwan Ganga werd toen de nieuwe voorzitter van de KTPI. Vandaag is er afscheid genomen van hem. Ik heb hem ervaren als jongeman. Hij was 36. Ik was volgens mij niet eens 25. En hij heeft me eigenlijk de kneepjes van het vak geleerd. En eigenlijk zegt hij, als je een doel voor ogen hebt, probeer het binnen te halen zonder dat je anderen laat beneden. Ne? En hij heeft het op een diplomatieke manier eigenlijk alle wensen van de KTPI, alle wensen van het Japanse electoraat weten te behalen voor de KTPI. In bescheidenheid, in rust. En dat heeft hij, dat heb ik eigenlijk van hem overgenomen. Ik ga nooit ruzie maken voor iets. En door overleg kom je wel aan je trekken. Niet alleen partijgenoten, maar ook andere politieke leiders van de verschillende politieke partijen ervaren het heengaan van Somita als een groot verlies. Volgens Jennifer Simons, hoofdbestuurslid van de NDP, wist Somita in alle rust zaken aan te pakken. Ook Glenn Oelers, ondervoorzitter van de VHP, kan zich daarin terugvinden. Een ander moment dat voor hem en ander van onze politieke leiders eigenlijk overkomen is, dat is de coup. Waar bijna iedereen vergeet is dat de coupplegers, de top van de politiek, minimaal een jaar hebben opgesloten zonder dat er ooit één iets daaruit gekomen is. En hij is daar het slachtoffer van gegaan en heeft het ondergaan. En deze leiders, waaronder ook Somita, zijn heel sterk daaruit gekomen en in 87 of aanloop naar 87 een belangrijke en cruciale rol vervuld hebben naar herdemocratisering van het land. Ja, ik heb natuurlijk vaak met meneer Somita gewerkt onder verschillende omstandigheden. Veel met hem vergaderd, ja, zelf hier ook bij zijn huis herinneren we onze dagen. En hij is lang in de Surinaamse politiek actief geweest en ik denk dat hij zich echt heeft ingezet voor de achterban van zijn partij. En naarmate mensen langer in de politiek zijn, meer ervaring opdoen en meer inzichten, dan zie je dat ze een en ander kunnen leren van dingen die je nog niet begreep toen je van buiten er naar keek. En dat is de ervaring die ik met hem heb gehad, dat hij ons zat uit te leggen hoe die politiek toen, toen wij nog ja, jonge mensen in onze twenties waren, was hij al in de politiek. En hoe dat allemaal ging. En dingen waarvan je afvroeg hoe dat zo was gelopen, legde hij allemaal uit. Dus ja, de relatie, rustige man, was goed. En we betreuren het en condoleren natuurlijk zijn partij, zijn familie vooral. De ter aarde bestelling heeft vandaag plaatsgehad. Het KTPI-lid Cornelis Adjusemito zegt dat het verlies heel zwaar te dragen is, maar al de goede lessen welke zij hebben ontvangen van hun oud-voorzitter toegepast zullen worden.